zijn onder leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, God de fur. Hier zijn we grandioos in fun. Ja. Smart Ranking, weet jij wat voor bedrijf dat is? Nee, sounds smart. Welk nummer? 53J. Moet hierop staan. 53J. Oh nee, kijk, die is leeg. Maar ze zit hier wel. Ach. Door is er, hoor. Jij bent Jarik. Dat ben ik, ja. Doe. Smart Ranking. Ja. Jij moet even zorgen dat je bovenaan dat bord komt daar. Ja, daar zit hij nog maar net. Dus oh, dat zei ik al. Ja. Want dat is wel, jullie doen zeker internet en zo. Ja. En zodat je bovenaan in de zoekmachines komt. Ja, klopt. Ja, precies dat. Ja. Ja. Maar jij kunt gewoon doorwerken. Ja, van afstand ook wel, ja. Dat klopt. Ja. Ja, ja, maar zijn mensen een beetje met de marketing bezig eigenlijk? Want dat is, daar moet jij het van hebben. Ja, klopt. Kijk, ons voordeel is dat wij heel veel klanten hebben met doorlopende abonnementen. Dus die nemen gewoon elke maand een x aantal uur bij ons af en dan voeren wij werkzaamheden uit. En wij richten ons op een heel specifiek stukje van die online marketing. Dus dat is hoog in Google komen. Online marketing is super breed en wij hebben daar echt een niche in gepakt. Ja. Dat is wel iets voor de lange termijn. Dus onze klanten zijn voornamelijk wel wat lange termijn gericht. We moeten natuurlijk wel het geld voor hebben, want we hebben ook wat horeca als klant of binnen de evenementenbranche. Ja, die hebben we dan even on hold gezet. Het meeste lopen gewoon door en wij kunnen vanuit huis werken. En we hebben hier bijna een nieuw kantoor, zeg maar, is bijna af. Dus dan is het ook groot genoeg om met twee mensen tegelijk te werken. Hoeveel zijn jullie? In totaal met z'n 9 stagiaires. Goed man, en heb jij het opgericht? Ja, ja. En je bent sponsor van FC Groningen, hè? Jazeker. Ja. Krijg jij even maar een bal? Ja, is goed. Ja, eigenlijk van Erik. Sterker nog, Jarik was eigenlijk ooit de jongste, nu niet meer denk ik, maar de jongste sponsor van FC Groningen. Oh, ja? Ja. Hoe oud ben jij dan, Jarik? 24. En toen was jij? 21. Ja, 20 of 21. Ja. Jeetje. Ja. Ja. Kun je koppen? Kop de vuur dan, hè? Oh! Hey! Wie zit voetbal? Wat zei je? Snel, hè? Kijk, dat moet bij... Je bent net Google, nog een keer. Ja. Komt-ie. Ik hoef niet te kunnen voetballen, hè? Nee. Hey, mis je het voetbal of niet? Of mis je de plek om te zijn? Mis je de handel die je daar maakt, die je daar doet? Uiteindelijk mis je natuurlijk wel dat je lekker in het stadion kan zitten. En wat we vaak deden is dat ik of met collega's heen ga, of dat collega's zelf heen gaan, of met bijvoorbeeld mijn vader. Dat is natuurlijk iets wat je nu niet kan doen, dus dat is wel jammer. Gewoon ongezellig. Ja, het is wat ongezellig, ja. Een saaie weekenden. En jij, Rick? Ja? Ik smeer hem weer. Ben je gezond? Ik ben gewoon hartstikke gezond. Hou dat zo, hè? Ja, zeker weten. Nee. Jij hebt alleen je bal kapot gemaakt. Nee. Komt-ie. Oeh! Nee! Kop de vuur, hè? Kop de vuur. Kop de vuur. Mooi. Mooi. Kom in. Die blijft hier. Nou, het zal ook. Goed. Nou, best. Weet wat je zegt. Weet wat je zegt. Rock the fur. Hier zijn we grandioos in fun.